Is net wie niet, ja. De lotting is geweest, maar ik moet toch eerst even rondzien naar het verleden hier. Wat kies je er al je nog van herinnering? Ja, nou, het wie vooral heel erg genieten. En nou, Sonona viert je dat wel eens even, omdat je zijn in focus en zijn in flow zitten. En ja, gewoon alles eromheen, de die zelf, ja, wie echt, nou, ik denk er nog heel vaak wel eens even om waarom. Als we dan zorgen naar die finale, hè, het gaat eigenlijk tot spulgeliek gaat het geliek op. En dan ren je hem er zater, of net samen erheen. Dan pik je zoals geliek en dan pak je hem het eerst. En dan wordt het samen 4-2, hè. Ja, in het begin, ik ben eigenlijk de hele dag net zenuwachtig. En dan moet je, ja, wist het toe wat je normaal gesproken gewoon pakken. En dan, nou, van tevoren denk je wel even van, nou, als we de PC winnen willen, dan is Hewitt wel echt de kongens. En dat ziet, denk ik, vooral de eerste pibotjes even in ons hollen. En op een game met wie 2-2 en toen, ja, wie het kleren. Begonnen we weer ontspannen een keer, zoals de hele dag. En ja, gingen we er vrij makkelijk terug in. En dan komt die laatste klap van Imke. Ja, daarvoor koen ze het al allemaal uit. Ze kregen echt een opgooien. En toen, ik zag nog wat voor net de gek. En gong finaal kweer. En toen, nou ja, toen kreeg ze eigenlijk een onmogelijke bal. Of een onderhondse bal. En toch sloeg ze hem echt fantastisch boven. Dus dat weer natuurlijk wel extra mooi. En dan krijgt ze die ontlading natuurlijk. En dan is het helemaal losgegaan, denk ik. Ja, toen ik al zei, ik kon het eerst net geloven. En toen Louise slipte bij me, want ze wien het feest die was. En Maas werd om z'n hoed al wekken. En wij vregen al allebei onder elkaar van, is het wel echt wie dat we doen? Hè? En we konden het eigenlijk net geloven. Maar ja, nou komt het steeds meer, besef je het en is het alleen maar mooi. En dan wil ik naar koningin. Ja, ik zei het al, maar het is natuurlijk een mooie bekroning op dat ik die dag heel goed wie. Maar ik vind vooral, je dochter maar zien draaien en dat bloot gewoon sa. Nou is het de sessie van 2018 natuurlijk, weer iets heel los, nijpe tour en volop koers natuurlijk. Want ja, ik zou het krekkertje Wiljo, het bleef natuurlijk, de wetsjoen dan niet wappen tour. Ja, klopt. En het is alleen maar mooi dat we ook net de eerste onder op een chin komen, dat we allebei eerst hebben lekker kunnen keertsen. En ik denk dat, nou, wij kunnen vooral in ontspannen, genieten en net de volle verwachtie. En dat je vanzelf goed komt. Je hebt het 8 keer woen, Europa Tour het zo'n keer woen. Dat zou ik wel genoeg, hè? Ja, we zijn echt gelijkwaardig onder elkaar. En het wedstrijd West werd het echt 4-4 wie en een ongelofelijke strijd wie. En we allebei op topniveau wien. En de ene keer woen hun en de andere keer woen wij. En nou, in het begin van het seizoen wien hun vooral. Ziet hun in de flow, nou, wij nou weer een wat. En nou hun Arun Snij weer woen. Dus het, ja, het is maar krekken wie de beste is deze dag. Of waanzin. Ik wens je die een soort succes waanzin. Ja, dankjewel.